Maar ja, ik moest even iemand bellen die ik op bepaalde tijdstippen maar kan bellen. En dat is mijn liefhebbende zwagertje. Geef mij de zon maar. Wie gaat er mee? De zon zoeken. Ja. Zonnetje moet er terugkomen. Ik vind er geen bal aan, want dit hele weer niet. Maar ja, het hoort erbij. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Het wordt alweer donker en het wordt mijn eerste filmpje. En dat, hoe laat leven we? 16 uur 31. Maar ja, ik moest even iemand bellen. Die ik op bepaalde tijdstippen maar kan bellen. En dat is mijn liefhebbende zwagertje. Die ik alweer ruim meer dan een jaar niet had gesproken. Want ik was geblokt en alles overal. Zowel op Facebook, WhatsApp. Maar dat had hij niet gedaan, had een ander gedaan. En hij is zelf ziek geweest, of in het ziekenhuis gelegen. Hij is gedotterd en noem maar op. Dus ja, dat vind ik al erg genoeg. Allemaal. En hij wist ook niet dat hij geblokt was. Hij heeft ook een ander telefoonnummer. Dus ja, hoe en wat. Of die de waarheid spreekt, weet ik ook niet. Want het is wel een man met ook autisme. En ja, autisme, jullie weten denk ik wel wat dat allemaal is en wat dat in kan houden. Je ligt in je eigen wereldje en als je ligt is het voor hun de waarheid. Tenminste, als diegene die dat heeft een leugentje maakt zonder dat hij het eigenlijk weet. Het is voor hun in ieder geval waarheid. Ja, hè? Dan hebben we Rijka op schoot. Jij, wat voor dikkie. Dat ja, al met al wat later dan ik normaal doe, ook heb ik uitgeslapen, want ik werd vanochtend vroeg wakker en draaierig en gek in mijn hoofd. En ik zei, nou, wat is dit dan? Ik wil eruit, maar het gaat allemaal niet. Dus ik denk, ik blijf leggen en toen wou ik weer opstaan en toen voelde ik een hele rare hoofdpijn. Ik dacht, nou, dit is niet goed. Even medicijnen innemen en blijf me leggen. Dus al met al werd ik laat wakker. En toen heb ik de wasmachine maar aangedaan. Hé? En toen was deze dame nieuwsgierig. Nou, en toen moest ik nog naar het kleinste kamertje van dit huis. En dat was ook nieuwsgierig van wat gebeurt daar. Dus ja, nou en toen gelijk een zwagertje gebeld. Zie je toch helemaal niet? Wat een dikke, ja. Je ziet niks. Ja, spiegel. De tuindeur werkt door de poort als spiegel en dan zie je wat er daar gebeurt. Ja. Ga naar een groene auto. Van Willems. Ja. Dat, sorry. Maar in ieder geval, wel een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik ga de diertjes even wat lekkers geven. En zelf ook. En dan ga ik met Rijka straks wandelen. Maar dan zal het al wel zo wat weer donker wezen. Want het is grijs-grauw. En het wordt wel langer licht weer. Maar toch, omdat als het grijs weer is... Dan heb je kans dat het ook weer eerder donkerder is. Ja. Schijnt de zon nou? Blijft het langer licht. Hé, schat? Ja. En ik moet even nog behang plakken, want deze dame was aan het behang scheuren bij de tuindeur. Ja, nou dat moet eventjes ook gedaan worden. Huppata. Dat zal ik jullie even laten zien. Die kon ik daar net even bij wegtikken. Nou, een beetje schoonlijm eronder en dat doet ook wonderen. Kom je weer naar buiten? Doei! Nou, we gaan. Nee, hier al. Nou, daar hangt het. Nou, dat moet ik eventjes dus maken. Even een secondenlijn eronder. Ja, dat moet ook nog weer naar boven. Rebecca is van de week nog niet geweest. Die komt morgen en die blijft wat langer. Dus ja, ook... Wat? Ik heb één zak vanochtend al naar boven gebracht. Maar ja, nou moet dat nog. En ik ken ook niet alles tegelijk. Ik heb in mijn andere hand een stok. En ja, je kan niet, ik kan niet zoveel sjouwen naar boven toe. Dat gaat allemaal niet. Nee, moet ik een beetje bij beetje doen.
Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik weet niet hoe jullie het invullen. Ik weet het allemaal niet. En ik kom straks wel weer retour. Ja toch? Ja hoor. Ik ga zo meteen ook hier aan het werk. Rijka is nou toch in de tuin, dus dat stel ik weer even uit. Dan laat ik jullie maar even zo meteen meegenieten met mijn werkzaamheden. Want dat moet gedaan worden. De vaatwasser moet gelegen worden. Dus laat ik jullie even meegenieten. Maar dan zet ik mijn geluid weer uit. En maak het sneller afdraaien met een muziekje eronder. Ja, dan heb ik niet meer mensen die zeggen van ja, maar ik hoor jou niet praten. Ik zie je wel praten, maar ik hoor je niet praten. Ja, maar ik praat ook nog tegen de dieren. Dus ja, dat komt wel goed. Oh, daar loopt die man ook weer. Oh, ik kan die man niet uitstaan. Dat mijn man nog leefde, heeft hij zijn hond een rotschop gegeven. Nou, het is een goede oude lobbes, enkel hij is die hond niet de baas. Moet je hem daarom een schop geven? Ik vind van niet. Ik vind dat erg. Dat je je hond een schop moet geven. Dat vind ik erg. Je gaat geen dieren schoppen. Niet op die manier. Wel een klein tikje, maar hij gaf echt een beetje een schop. Ik doe ook wel eens een klein tikje van nou, hup, even oplossen. Ik ben de poetsjes ook wel eventjes doorlopen jullie. Kijk er door, ja. Ja, maar dat is geen niet. Het is gewoon een tikje wat je normaal met je vingers doet. Doe je dan even met je voet. Nou, moet kunnen. Maar hij gaf echt dat beest een schop. We hoorden het beest hier in huis piepen. Nou, dat vind ik niet normaal meer. Nee, daar word ik boos van. Ja. Is dat zo? Oh ja. Oh, en toen? Hé? We zullen kijken of Rijka alweer binnen wilt komen. Ja, moet ik wel even in de gaten houden. Ja, ik heb de grote lamp altijd tegenwoordig aan met vloggen. Ze is aan het wroeten en het doen. En mijn tuin moet nodig opgeknapt worden. En ligt hier en daar ligt er allemaal poepies. Zo van Rijka, maar ook wat Frodo nog begraven had, wat ik niet kon vinden. Dat ligt er ook wel ergens. Het moet allemaal nog opgeruimd worden en ik wil dat mijn tegels weer groen vrij worden. Kom jij weer binnen? Nee? Oh, ga je nou zitten? Als ik het in huis vraag, doe je het niet, hè? Nee. Rijka? Rijka? Oh, overgeven. Ja, dat hoeven we niet te zien. Ik ben blij dat ze daar voor buiten is. Dat is de meisje. Wat is er, mijn meisje? Was je klaar, meisje? Rijka laat, kom maar. Kom maar, schat. Kom maar. Oh, nog meer. Nou, lekker. Hij heeft zijn gras zitten te eten. Kan niet anders. Ja. En het is allemaal schoon wat er komt. Kun je nagaan. Hé, meisje toch. Hé, mijn meisje toch. Rijka. Ba! Rijka! Niet doen, is ba! Roept ze naar de eigen troep toe. En dat moet niet, want ik spoel dat zo. Vrouwtje spoelt dat zo weg, schat. Gaat ze weer verder lopen te harnissen en te doen. Maar het is gewoon schuim hoor. Dat heeft Eeuwen namelijk ook vaak. Die geeft heel vaak over Eeuwen. Maar dat komt ook omdat die ook al ouder is. Maar die vreet ook alles voor de neus op wat ze denkt dat het is om op te eten. Terwijl het niet om op te eten is. En dan komt er ook allemaal schuim uit.
Wou je binnenkomen? Nee? Nog niet. Nou, laat ik er nog even stroenen. Ja, als ze niet wil, wil ze niet. Nee toch? Nee, ik kan er niet winnen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. En ik laat het jullie zometeen wel zien. Altijd. Ja, neem de statief hier met de lamp erbij. Komt goed. Later. Thank you.
Ja, lieve vrienden, we zijn net weer binnen. Het is koud, het waait, het doet. Het is geen prettig weer. Maar het is in ieder geval droog. Maar ik loop dan langs de gracht. En ik weet niet hoe die gracht heet hoor. Vraag me er niet naar, ik weet het niet. Maar dan kom ik door een klein straatje weer terug. En dan steek ik over en dan ga ik over de stoep zo langs het parkeerterrein dat bij die huizen begint. Op dat stukje, er stond me toch een wind. Daar kon ik even amper tegenin komen. Was niet leuk meer, nee. En dat echt bar boos. Nou, niks aan. Geef mij de zon maar. Wie gaat er mee? De zon zoeken. Ja. Het zonnetje moet er terugkomen. Ik vind er geen bal aan dit hele weer niet. Maar ja, het hoort erbij. En wat dat er gaat, heb ik liever dan toch, ondanks dat ik er niet uit ga komen dan. Want dan ben ik bang dat ik val. Dat is met sneeuw en gladheid. Maar ik vind het wel mooi, omdat het zo'n witte, mooie deken is. Vooral als het nog ongerept is, dat er nog niemand doorheen heeft gelopen. Of misschien een paar vogeltjes, die kleine pootjes, vind ik wel leuk erin. Maar nee, daar kom ik niet naar buiten, want dat vind ik eng. Maar wanneer maken we dat nog mee? Dat het gaat vriezen, dat je kan schaatsen, dat het weer sneeuw gaat, dat de kinderen sneeuwpoppen kunnen maken. De kinderen van tegenwoordig weten niet meer wat sneeuw is dan. Of ze moeten met hun ouders, als ze die poen hebben, op wintersportvakantie gaan. Dan weten ze wat sneeuw is. Maar blijven ze gewoon hier, dan weten ze denk ik van televisie. En verder weten ze het niet. Zelf mee maken en kunnen voelen, dat is er niet bij. En dat vind ik heel erg jammer. Dat het klimaat zo ontzettend verandert. En in principe doen we er allemaal aan mee. Ik net zo goed. Ja, maar ja, wat doe je eraan? Ik zou het niet weten. Ik leef mijn leven en ik leef zoals ik het gewend ben. Zoals ik het van mijn ouders heb meegekregen. Dus ja, dan ga je echt niet andersom doen. Ik ben niet iemand die verkeerde uitstootgassen de lucht in produceren of wat dan ook. Nee, ja, de cv-ketel, maar dat is het enigste. Ja, en ik kook op elektra, dat is ook geen gas. Verlichting is ook geen gas, dat is ook elektra, maar ja, dat hadden we vroeger ook al. Ja, ik kan me niet anders herinneren. Denk, waarom moet het allemaal zo verrekte duur worden? Ik vind dat overbodig. Ja, ik bedoel, vroeger was het ook niet duur en het wordt steeds meer duurder, het wordt steeds meer duurder. Ja, kom op. Hallo, wij leven ook maar van een kleine inkomen. Laten die hogere heren daar in Den Haag maar eens wat minderen. Ik heb al gelezen dat ze mogen voortaan als ze naar het buitenland op zakenreis moeten. Niet meer met een vliegtuig, maar met de trein. Dat is al een pluspunt. Nou, de rest nog. Ja, laten ze ook het loon maar eens zakken. En datgene wat dan overblijft, naar degene doen. Naar de armeren en zoals wij die van een uitkering moeten leven en rond moeten komen. Laten ze dat pasje dan maar naar ons toe sturen. Ja, naar de hele armen en dan naar ons. Ja, eerst de armen. Want ik red me wel, maar eerst de armen en dan pas wij. Simpel. Laten ze daar maar goed eventjes in het nauw komen. Laten we hun maar eens een keer iedere stuiver om moeten draaien die ze hebben. Simpel. Wij moeten het ook. Ja toch? Ja. Nou, oké, hoe laat leven? Het is 6:02. Ik ga de computer aan doen en ik ga weer een vlog in elkaar zetten. En dan straks om 6:30 komt weer een serie van mij op RTL 8. Ja, en dat wil ik dan weer graag zien. En dan zullen we zien wat de avond opbrengen gaat. En ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele fijne, geweldige, liefdevolle avond toe. Geniet ervan met elkaar. En ik spreek jullie later op de avond nog wel even voordat ik naar bed toe ga. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer bijna 2:30. 2:21. Ik ben even ietsje eerder, maar... Ach, ik wil ook wel eens een keer op tijd naar bed. Ik had al op bed kunnen leggen, maar ik zat even nog een spelletje te doen. Lekker, even mijn hoofd leeg en dan...
vliegt de tijd eigenlijk ook weer voorbij, hè? Ja. Maar in ieder geval, het is, ik ben klaar, alles afgesloten. Ik had de televisie moet nog uit. De computer is al uit, de deuren zijn al op slot. Dus ja, niemand kan er meer in. Nee, is ook niet nodig. Ik hoef niet bezoek in de nacht te hebben. Nee, dat feest gaat niet door. Nee. En Rijker die wil naar bed, Eeuwen wil naar bed. Dus ik vind het wel genoeg zo. Wat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook jullie van je nachtrust. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!